Toen ik onlangs onderweg was van mijn werk naar de tram, dacht ik laat ik eens naar huis gaan door het oude Amsterdam. Met zijn waters en zijn gevels uit de tijden van de leer. Lopen is gezond en bovendien je ziet veel meer. Ik keek terwijl ik liep mijn ogen uit en ik genoot van de wonderschone aanblik die de binnenstad me bood. Ik sloeg een smalle zijstraat in en belandde op een gracht waar men onder elke deur een stenen trap had aangebracht. In een van deze deuren stond een blonde mevrouw die het niet bijzonder breed had, dat merkte ik al gauw. Want ze had niet eens voldoende geld om kleren te kopen. De rok was veel te klein en de blouse hing half open. Toen ik langs haar liep, wist ik even niet hoe ik het had. Want die dame zei, kom binnen en ze noemde me zelf schat. Ik was door haar gastvrijheid haast tot tranen toegeroerd. Ze vroeg me op de koffie, ook al had ze het zo beroerd. Ik volgde haar naar binnen toe door een smalle gang, waar rode lampjes hingen op het engeltjesbehang. Ik dacht, die mevrouw is beslist een hele leuke, die trots is op haar huis, ze heeft het constant over keuken. Toen ik het betrad, bleek haar huis bijzonder klein. Het bestond uit slechts één kamer met een bed en een gordijn. Een stoel stond bij het raam dat op het water uitzicht bood. Met daarnaast een fleurig lampje, ze hield zeker veel van rood. Hier begint het vreemdste deel van deze anekdote. Want toen ik nauwelijks binnen was, werd het gordijn door haar gesloten. En begon ze met een snel gebaar haar kleding los te maken. Ik stamelde, wat doet u nou met schaamrood op mijn kaken? Ze zei dat ik niet bang moest zijn, me nergens voor moest schamen. Dat mannen zoals ik bij haar al jaren dagelijks kwamen. En bovendien, zo zei ze, heet ik Ans en niet mevrouw. Maar ik zei dat ik alleen een kopje koffie drinken wou. Ik riep, dit is een misverstand, maar juist op dat moment werd ik stevig vastgegrepen door een kanjer van een vent. Die zei, dacht jij dat jij voor een op mevrouw hier aan kon gapen? Als je nu niet snel betaalt, kun jij je tanden op gaan rapen. Ik zwichtte voor dit argument en rende toen naar buiten. Naar dat kopje koffie en mijn portefeuille kon ik fluiten. Als je ooit een dame ziet in zo'n armoedig kloffie, ga dan zeker niet naar binnen, want dan kom je op de koffie. Ga dan zeker niet naar binnen, want dan kom je op de koffie. Ga dan zeker niet naar binnen, want dan kom je op de koffie.